Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is tot en met morgen 8 augustus. Tijdens de avond- en nachtelijke uren is het lokaal tijdelijk bewolkt, waardoor het droog weerbeeld een dominante rol zal vervullen met een enkele lichte regenbui. Dit voornamelijk in het binnenland. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel en of mist. Morgen, 8 augustus, tijdens de morgenuren is het lokaal bewolkt met zonnige perioden. In de middag en vooravond zal er kans zijn op een toename in enkele lokaal lichte tot kortstondige zware buien, die soms gepaard gaan met onweer en of windstoten, met name in het noordwesten en het westen van het land. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 8 augustus de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur, welke zal variëren tussen de 32 graden en 34 graden. Tijdens de late middag is er kans op enkele kortstondige zware onweersbuien, voornamelijk in het noordwesten en westen van het land.